De Snake Week is een jaarlijks topevenement voor de watersporters. Dit jaar zullen ze denk ik niet licht vergeten. Niet alleen vanwege het woeste weer, maar ook omdat het tweede lustrum werd gevierd. 10 jaar de Snake Week. AVRO was de afgelopen week te gast in de Friese waterpoortstad Sneek om daar de jubileumviering van de 50ste Sneekweek mee te beleven. Uit het hele land komen de zeilers met hun boten op het autodak of op een boottrailer naar het Sneekermeer om deel te nemen aan Nederlands grootste zeilfestijn dat dit jaar met ruim 1200 boten en een veelvoud aan zeilers een absoluut deelnemersrecord boekte. Nadat de boten te water zijn gelaten, kan het zeilfeest beginnen. Ook in het centrum van Sneek zelf, waar de vermaarde Sneekweekband het publiek en de deelnemers alvast een beetje opwarmt voor hetgeen hen deze week nog te wachten staat. De 50ste Sneekweek kan beginnen. Maar eerst gaan we met een bioscoopjournaal uit 1950 nog even terug in de tijd. De 15e maal is dit jaar de Sneekweek gehouden. Dit jaarlijkse grote zeilevenement heeft opnieuw honderden zeilboten naar de stad van de Waterpoort gelokt. Gedurende 6 dagen zijn er wedstrijden geweest op het wijde water van het Sneekermeer. Zeilden er de jollen en de draken, de sharpies en de larken, de BM's en de regenbogen en hoe al deze ranke vaartuigen ook verder mogen heten. Het enige wat zeilers verlangen is een frisse bries en weinig regen. Wel, met de regen is het nogal meegevallen en de Bilt heeft voor een lekker windje gezorgd, zodat alle voorwaarden vervuld waren voor een prachtige zeilweek. En dat is het dan ook geworden. De regenboogklasse vormt eigenlijk altijd al zo'n beetje het hoofdgerecht van de Sneekweek. Geen wonder, want deze fraai geleinde zeilboot biedt met haar fraaie rondingen en naar verhouding enorme zeiloppervlak op het water een majestueuze aanblik. Ondanks haar leeftijd, het ontwerp van de regenboog stamt al uit het begin van deze eeuw, is deze boot nog altijd geliefd onder de Nederlandse topzeilers die elkaar tijdens vele wedstrijden op sportieve wijze proberen de loef af te steken. De Sneekweek is niet alleen bij topzeilers in de nationale klassen zeer geliefd. Onder het motto jong geleerd is oud gedaan, komt ook de jeugd aan de start. Met slechts enkele meters zeil is de Optimiste het kleinste bootje van de Sneekweekvloot, maar dat betekent nog niet dat er aan boord niet hard gewerkt hoeft te worden. De klasse met het grootste aantal deelnemers is sinds een aantal jaren de Laser, een internationale eenmansboot die veel evenwichtsgevoel vereist. In totaal komen er in deze Sneekweek zo'n 30 klassen aan de start. Door in een trapeze buitenboord te hangen, helpt de Fokkenist in de 16 vierkante meter mee om de boot bij veel wind overeind te houden, maar het is wel zaak om bij het overstaggaan tijdig uit te haken. Fokkenist en bemanning moeten dan ook perfect op elkaar ingespeeld zijn om bij dit soort manoeuvres zo weinig mogelijk snelheid te verliezen. De oudjes genieten onder de liefhebbers van de ouderwetse zeilsport nog altijd een grote populariteit. En de 30 vierkante meterklasse mag gerust tot het erfgoed van de Sneekweek gerekend worden. Deze fraai gelakte boten worden door hun eigenaren met veel liefde onderhouden en waren voor deze jubileum Sneekweek nog eens extra opgepoetst. En daar kan toch geen enkel polyesterzeiljacht tegenop.
hoeveel wendbaarder deze moderne boten ook mogen zijn. Het Snekermeer zag ook dit jaar weer bol van de spinnakers. De felgekleurde bolle voorzeilen die op het voor de windse rak worden bijgezet om extra snelheid te maken. De eerste dagen stond er een stevige bries, windkracht 6 tot 7. En dat was voor sommigen toch net te veel van het goede. Of een zuchtje is. De zeilsport vierde hier weer hoogtij tijdens de Sneekweek, het Friese watersportfeest dat dit jaar zeer begunstigd werd door de wind en daardoor alle regen ten spijt niet in het water viel. Door het woelige water was bijvoorbeeld de strijd der valken bijzonder fraai. Geboeid keken de Friese naar de scheepjes wanneer ze voor de wind met de ballonfok gehesen naar de volgende boei koersten. Voor al die zeilers waren er nog andere scheepstypen, op de grote kermis namelijk, die gedurende de Sneekweek aan de feestvreugde nog een extra goede draai gaf. Ook wat dit beeld betreft is er in de loop van de jaren in de Sneekweek nauwelijks iets veranderd. Een popfestival mag tijdens de Sneekweek natuurlijk niet ontbreken. Maar het meest berucht zijn de Sneekweekse nachten. Avond aan avond was daar in Sneek weer een zeilersbal, waar honderden jongeren in extase raakten. Het zij door het ritme van de muziek, of door iets anders. Elke keer werd het diep in de nacht voordat de jeugd onder zeil ging. Voor een paar uurtjes maar. Want een echte zeiler komt vroeg aan dek om weer zo gauw mogelijk het water op te kunnen gaan. Ook hier gooit men niet de goede gewoonte overboord om 's morgens toilet te maken. Al moet men zich soms behelpen met de waterspiegel. Het waren gezellige uren die de deelnemers tussen de wedstrijden door in de haven of in Sneek zelf doorbrachten. Maar de zeilsport was en bleef hoofdzaak. En dat geldt ook nog altijd voor de 50ste Sneekweek. In de regenboogklasse worden op een aantal dagen ook teamwedstrijden tussen Hollanders en Friezen gevaren. De leden van de verschillende teams zijn gemakkelijk uit elkaar te houden door de kleuren van de spinnakers, afgeleid van de Friese en de Hollandse vlag. Regenbogen zijn eigenlijk zwaar overtuigd en de bemanning moet dan ook ver buiten boord hangen om de boot nog zoveel mogelijk rechtop te zeilen. Een schuinhangende boot mag dan een spectaculair gezicht zijn. Het schuin liggen heeft een remmende werking op de snelheid van het schip. Tegenstanders worden nauwlettend in de gaten gehouden en er wordt regelmatig overstag gegaan om zo te proberen elkaar letterlijk de wind uit de zeilen te nemen.
Voor de regenboogbemanningen was het de eerste dagen van deze sneekweek flink afzien. Maar de af en toe stormachtige wind gaf de optimistzeilertjes de handen vol met werk. Natuurlijk ging het wel eens een keertje verkeerd, maar de bootjes zijn dubbelwandig en onzinkbaar en de zeilertjes dragen allemaal verplicht een zwemvest. Een nat pak kan hun er niet van weerhouden om elke keer weer met veel enthousiasme aan de start te komen. En reken maar dat het ook bij deze wedstrijden er knap fanatiek aan toe kan gaan. Hoe lang zeil jij al? Ja, 2, 3. Ga je door met zeilen? Ja, ik denk niet. Wil je graag wereldkampioen worden? Ja, dat zou leuk zijn. Maar om wereldkampioen te worden zal deze jonge zeiler nog heel wat moeten trainen. Onder de deelnemers van deze sneekweek waren trouwens ook een paar kersverse wereldkampioenen. Ik heb pas met z'n tweeën begonnen. En nou moet eerst natuurlijk wel winnen. Maar na de selecties en het Nederlands kampioenschap ging alles toch wel beter. En we hebben daar met vrij weinig wind gevaren, dus dat is ook een voordeel geweest. Want als de wind van de sneekweek was geweest, dan waren we denk ik niet wereldkampioen geworden. Gewoon omdat er nog wat dingen zijn die ik niet helemaal onder controle heb. Hebben jullie nooit ruzie in de boot samen? Nou, vrij weinig. We zijn beide fanatiek. En dan moet je wel eens wat van elkaar pikken. Maar echt ruzies hebben we nog nooit aan boord gehad, nee. Sipke Schuurmans en Astrid Atma behaalden in Italië gezamenlijk de wereldtitel in de internationale Vaurienklasse en lieten op het Snekermeer zien dat dit volkomen verdiend was. Sneekers doen het onder de waterpoort en het team van de zondag avondshow kortweg Saas doet het daar vanavond ook. 3 uur rechtstreeks radio vanaf de Prinsenhof, afgemeerd onder de waterpoort in Sneek. Samen met Amsterdam, waar Sail 85 wordt gehouden, een week lang dé watersporthoofdstad van West-Europa. Zoals gezegd, in Sneek doet men het niet alleen op het water, maar ook in de straten van het uitermate gezellige, maar vooral ook drukke centrum van de stad. En dat is waar de zondag Avro-avondshow vandaan komt. Dik feest in Sneek, maar voor de zeilers heeft weerman Hans de Jong minder goed nieuws in petto. In de komende nacht die wind wel gaat aanwakkeren uit zuid tot zuidwest. En dat hij dan morgenochtend het hoogtepunt bereikt. Nou, dat kan dan windkracht 9 zijn, dat zal wel, boven zee. En ik denk boven het Snekermeer toch altijd wel 8 tot 9. Nou, dat is natuurlijk heel goed in. We gaan lekker helemaal maken. 2 uur lang, jongens, hollandsmoerie tijdens de Sneekweek. We zijn helaas vandaag binnen, hadden zo graag buiten willen zijn bij het zeilgebeuren, maar vanwege het weer zijn we binnen. Toch 2 uur lang feest, 2 uur lang de allerbeste artiesten van Nederland. Op de allerbeste maandag natuurlijk, Avro 3, we zijn volop in beweging. Hier komt een stukje Hollands glorie, want hier is Arie Rimmer. De weersvoorspellingen bleken deze keer jammer genoeg uiterst betrouwbaar. En de organisatie achter het populaire radioprogramma Hollands glorie prees zich gelukkig dat ze de dag ervoor, letterlijk de 11 uur, had besloten om het programma niet vanaf de locatie bij het Snekermeerpaviljoen uit te zenden, maar vanuit een sporthal. De artiesten hielden ondanks het slechte weer buiten de moed erin. Staat al voor de deur. Waar je leven, blijf je leven, waar je...
Wind was er veel te veel die dag en zeilen waren er nauwelijks op het Snekermeer te bekennen. De wedstrijden waren afgelast, de zon liet zich niet zien en het starteiland bleef vrijwel verlaten. Sneekweek 85, impressies van het grootste zeilevenement van Nederland en informatie over watersport. Tot 11 uur bij de aanvoer, Meva de Vries en Gerard Zonder. Ja, de wedstrijden gaan vandaag allemaal door nadat ze gisteren werden afgelast in verband met de storm. Vandaag ziet het er beter uit. Het is droog, half bewolkt, wind met een kracht van 3 uit het zuidwesten. En de eerste surfers zien we nu naar de start glijden voor hun wedstrijden. Straks daarover meer in de vierde en vijfde uur van AVRO's zomerservice vanuit Sneek in verband met de Sneekweek 1985. De eerste muziek in het vierde uur is, u hoort het al op de achtergrond, ABBA met Waterloo. Want Wessel van Dijk zit waarschijnlijk hevig nat geregend ergens te praten met een aantal regenboogzeilers. Bij me staat Peter Hoogendam en die is de kerstverse kampioen van Nederland in de regenboogklasse. Peter, de regenboogklasse, waarom heeft hij zo'n opgang gemaakt volgens jou? Het is al jaren een klasse waarin het zeilen zeer spectaculair is door de vorm. Er zitten een heleboel zeilen op. Er zitten niet alle modernste snufjes van de nieuwste technieken aan beslag op. Dus het is echt een schip voor mensen die weten wat aanpakken is. En die ook weten, die niet bang zijn om met veel wind op het meer te zitten. Je moet nog echt zeilen, alle zeilen bijzetten. Je moet zeker zeilen, ja. Je krijgt het in de regenboog niet voor niks voor elkaar allemaal. Je gaat je nu voorbereiden, hoe doe je dat? Op dit moment zijn we bezig met de zeilen te verwisselen omdat er nu een stuk minder wind staat dan de afgelopen dagen. Dus er worden ten eerste nu andere zeilen opgezet. En dan gaan we dadelijk het water op de boot uittrimmen en dan alles in de juiste stand zetten. Oké, Peter, sterkte. Dankjewel. Dichterbij. Start van een nieuwe wedstrijddag op het Snekermeer. Buiten de zeilplanken zijn de deelnemers verdeeld over zo'n 30 klassen, soms weer onderverdeeld in een A- en een B-klasse. Dat betekent van 's ochtends vroeg tot ver in de middag een drukte van belang rond het startschip dat inmiddels de traditionele starttoren op het starteiland heeft vervangen. Vanaf het starteiland worden de verrichtingen van familie en vrienden nauwlettend gevolgd en van het nodige commentaar voorzien. Waar komt dat spreekwoord van de beste stuurlui ook alweer vandaan?
Als de zeilers na afloop van de wedstrijd de bal opzoeken, liggen de uitslagen al voor hen klaar. De Sneekweek is met haar tijd meegegaan en alle uitslagen en klassementen worden in een uitgebreid en gecomputeriseerd rekencentrum bijgehouden. Definitief zijn de uitslagen echter pas wanneer alle protesten zijn behandeld. Op het water ben je al kaarsscheidsrechter en wanneer je denkt dat een tegenstander op de een of andere manier inbreuk heeft gemaakt op het reglement, dan dien je een protest in dat dan vervolgens door een jury wordt behandeld. Ja, heren, hoi, zeilers, komt hier binnen. Goedemiddag. Mijn heren, er wordt hier een protest behandeld. Dit is meneer Ratsma, dit is meneer Dijkstra en mijn naam is Breuning. Meneer Dijkstra, er is een protest tegen u ingediend door meneer Kovers. Zijn de protesten behandeld, dan kunnen de prijzen van die dag afgehaald worden. De hoofdprijzen van de week worden aan het eind van de Sneekweek natuurlijk feestelijk uitgereikt. Hartzeildag op en rond het starteiland dat in het Sneekermeer is gelegen. De huidige Sneekweek is eigenlijk voortgekomen uit deze traditionele hartzeildag, waarvan de geschiedenis al zo'n 170 jaar teruggaat. Deze hartzeildag waren er in het kader van het jubileum geen gewone wedstrijden. Wel werd er door de 11 commissarissen van de koningin en enkele andere hoogwaardigheidsbekleders een wedstrijd in Friese jachten en boeiers gevaren. Aan boord van het Friese statenjacht Friso varen ook prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven mee. Voor de afvaart van de steiger krijgen de fotografen even de kans om hun plaatjes te schieten. Met de Friso moet commissaris Wiegel op thuiswater natuurlijk de eer hoog houden. Wedstrijden worden er met de Friso echter nauwelijks gezeild. Het fraaie Friese statenjacht wordt vooral voor representatieve doeleinden gebruikt, waarbij Wiegel overigens graag zelf het roer in handen mag nemen. Ook burgemeester Haarsma Buma van Sneek heeft zelf aan het helmhout plaatsgenomen. De boeiers en de Friese jachten leveren een fraai schouwspel op en het lijkt weer even ouderwets hartzeildag toen deze boten ook deel uitmaakten van het gewone wedstrijdprogramma. Commissaris der Koningin van Brabant, Dries van Acht, geniet er duidelijk van, maar van het roer houdt hij kennelijk liever zijn handen af. De finish van het statenjacht voor de starttoren op het eiland, waar de sfeer er inmiddels goed in zit. Tijdens hartzeildag ligt het complete openbare leven van Sneek en omgeving helemaal stil. Banken en winkels zijn gesloten en velen trekken naar het starteiland om de wedstrijden te volgen en om feest te vieren. Voor deze speciale gelegenheid liggen deze keer aan het eiland ook een aantal originele scootjes afgemeerd. Opvarenden in klederdracht doen de oude sfeer weer helemaal herleven. Natuurlijk stonden ook vroeger de zeilwedstrijden centraal, maar ook toen was hartzeildag voor de Sneekers al ruimschoots aanleiding om met de beentjes van de vloer te gaan. Terwijl op het starteiland de vermaarde Blauwhuster dakkapel het Friese volkslied inzet, vindt op het Sneekermeer een ander ouderwets zeilspektakel plaats. Het zogenaamde admiraalzeilen. Ruim 1000 boten varen in kielinie over het IJsselmeer, waarbij Pieter van Vollenhoven als admiraal fungeert.
minuten is de start. We varen een korte driehoeksbaan. De eerste boei is recht in de wind. De tweede boei is halve wind. De derde boei is ook halve wind. En dan weer het kruisrak. Jongelui, veel succes. En we zien elkaar straks bij de prijsuitreiking. Een laatste hoogtepunt van deze jubilerende Sneekweek is de strijd om de Afro Surfbokaal. Een jaarlijks terugkerende wisselprijs. Op één rij stuiven de surfers over de startlijn. Er staat een lekker windje en het belooft een spannende strijd te worden. Bij de boei onder de bal valt af en toe de wind een beetje weg en met zoveel zeilen bij elkaar is het natuurlijk zaak om vrije wind te houden. Verder op het water krijgen de surfers echter de wind vol in de zeilen, zodat er flinke snelheden behaald kunnen worden. Een van de kanshebbers in de strijd om de Afro-bokaal is Armand Stiens, lid van de Olympische kernploeg. In de beginfase van de strijd is hij echter naar de verkeerde boei gesurfd, maar hij doet er alles aan om weer aansluiting te vinden. Winnaar wordt echter uiteindelijk Huib Ellemerks uit Sneek, die een thuiswedstrijd surfde en hier in fraaie stijl als eerste over de finishlijn komt. Het was goed met de straf en de naaste concurrent maakte een fout door een boei over te slaan, dus het was sterk vrij makkelijk. Als jij me voorlicht is het niet zo moeilijk meer. Ik had gewoon een perfecte start, maar toen ben ik naar de verkeerde boei gesurfd. Daar heb ik er alles aan gedaan om nog eerste te worden, maar dat is niet gelukt. En zodoende werd ik in het laatste kruisrak net gepakt en daardoor val ik buiten de prijs. Maar het was een hartstikke leuke en spannende wedstrijd. In deze 50ste Sneekweek voor de allereerste keer een surfwedstrijd om de Afro Wisseltrofee. U heeft er net beelden van gezien en het was uitermate spannend. Van de 160 surfers trouwens die de hele week hier aanwezig zijn in verschillende wedstrijdonderdelen, zijn er 25 uitverkoren om aan deze Afro wedstrijd mee te doen. De winnaars, dat is natuurlijk heel belangrijk, op de derde plaats is geëindigd Jacco Koops. Hij is 17 jaar. Jacco, kom er even bij. Van harte gefeliciteerd, namens de AVO natuurlijk. Een hele mooie prijs. Kijk eens. De tweede prijs die werd in de wacht gesleept door Ronald Pietersma. Hij is militair en 20 jaar oud. Ronald, van harte. En de winnaar van deze eerste surfwedstrijd om de Afro Wisseltrofee, dat is geworden Huib Ellemerks uit Sneek. Kijk eens, dit is de eerste prijs. Gefeliciteerd. Ja, en dit is je wisseltrofee. Die moet je helaas volgend jaar bij ons inleveren. Ja. Maar je begrijpt dat je automatisch door ons wordt uitgenodigd om volgend jaar deze prijs te verdedigen hier op het Sneekermeer. Okay, dus flink trainen en weer winnen volgend jaar. Dankjewel. Oké, dankjewel. Dit was de prijsuitreiking van de eerste Afro Surfwedstrijd voor de Afro Wisseltrofee. Wij danken nog heel hartelijk de Koninklijke Watersportvereniging in Sneek voor de medeorganisatie. Schitterende prijzen! Vanaf 15 juli strijden 150 bekende Nederlanders 6 weken lang.